Ik ga jullie vandaag vertellen over OnePlus en de nieuwe OnePlus 7T-serie. In 2013 was het laatste waar de wereld op zat te wachten een nieuwe smartphone. En toch vonden onze founders Carl Pei en Piet Lau de smartphone niet goed genoeg. Toen hebben zij met behulp van de community een nieuwe smartphone gecreëerd, de OnePlus One. Nu 6 jaar later presenteren wij met trots de nieuwe OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro. Wat meteen opvalt aan het toestellen is het grote Fluid AMOLED display. Dit beeldscherm is 90 Hz, waardoor je echt super smooth kan scrollen door webpagina's of tijdens het gamen. Overtuig jezelf en pak de demo toestel en kijk wat je ervan vindt. Verder zijn de toestellen uitgerust met de nieuwste processor, de Snapdragon 855 Plus. Dit zorgt ervoor dat je toestel razendsnel is en nooit haperingen heeft, zodat jij je daar geen zorgen om hoeft te maken. Achterop heb je de 3-dubbele camera setup. Met deze camera heb je op ieder moment de perfecte foto. Nieuw is de macro-modus, waarmee je het vanaf 2,5 centimeter close-up foto's kan maken. Met al dat unlimited Netflixen, Deezer luisteren en internetten wil je natuurlijk nooit zonder batterij komen te zitten. Onze toestellen hebben daarom Warp Charge 30T, waarmee je in 30 minuten van 0 tot 70% kan opladen. Uit de doos komen de OnePlus 7T en 7T Pro met Android 10 en Oxygen OS 10. Dit is een OS zonder onnodig voor geïnstalleerde apps. We gebruiken onze smartphone meer en meer. Pak daarom eens een momentje rust met onze nieuwe Zen Mode. Of lees je een van je favoriete boeken met onze Reading Mode. Dit zijn allemaal dingen die laten zien wat wij als OnePlus geven onze gebruikers en community. Ik wens jullie heel veel succes en unlimited plezier met de nieuwe OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro.